Surinamers staan vandaag stil bij het neerstorten van de Boeing PY-764 van de SLM, vandaag 34 jaar geleden te Sanderij. Bij het monument aan de Jagannath Lajmanstraat in Paramaribo werden er vanmorgen kransen en bloemen gelegd. De kist van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij NV was op 7 juni 1989 op weg van Amsterdam naar Para, met aan boord 178 passagiers en 9 bemanningsleden. 11 passagiers en een hond overleefden de ramp. Op de vlucht zaten Surinaamse Nederlanders die op familiebezoek kwamen, maar ook het kleurrijk elftal dat in Suriname zou deelnemen aan een voetbaltoernooi. Vandaag, 34 jaar later, wordt andermaal stilgestaan bij de grootste vliegramp in de Surinaamse geschiedenis. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, die ook zijn respect toont bij het monument, zegt dat zowel de SLM als de samenleving moeten leren omgaan met deze ramp. 176 Surinamers, ongeacht of ze nou Nederlands of Surinaams paspoort hadden. En ook de zware tijden van SLM. Dan doet het je ook wat. Of niet wat, heel veel, omdat je dit bedrijf is zeker een van de zwaarste slagen geweest. En dan moeten wij zeker als Surinamers dit soort momenten, zeker als bezinning, vasthouden om verder te gaan. En onze eigen Surinaamse producten, hoe krom, hoe scheef, laten we gaan richting verbetering. We willen dat dit zich herhaalt in de luchtvaart. Geschiedenis van Suriname. Dus het is vandaar dat ook het ministerie er alles aan doet om achterstanden binnen deze sector weg te werken. Maar ook dat stukje oproep naar de Surinaamse samenleving. Van wanneer dingen niet goed gaan, laten we het noodlot niet tarten. En die Vliese woordvoerder van de SLM heeft het over een zware dag. Elk jaar wanneer de maand juni nadert, komt het gevoel weer naar boven. Het blijft een zwaar moment hoor voor de SLM. Het is weliswaar 34 jaar geleden. Maar een bloemenhulde bij een herdenkingsmoment. En eigenlijk zijn we voor een minder prettig moment hier. Dus het blijft altijd een zwaar moment om te gedenken dat er 176 mensen zijn overleden 34 jaar geleden. Dus best wel een zwaar moment, ja. Nou, ik denk dat veiligheid heel hoog in het vaandel staat bij de SLM. En deze ramp mag zich nooit meer herhalen in de geschiedenis van de SLM. Niet alleen, ik wenste wel dat ik kon zeggen in de geschiedenis van de luchtvaart, maar ik heb het allemaal niet in de hand natuurlijk. Feit is dat we uit zulke rampen, en het is wel lastig om het te zeggen, maar uit zulke rampen leert de totale luchtvaartindustrie een les. En je moet dus al het positieve, alles dat je kan leren om te voorkomen dat het een second time, een third time gebeurt. Die lessen neem je dan mee. Je implementeert ze. Strengere veiligheidsmaatregelen. En de luchtvaartindustrie is een hele strenge industrie. Dus dat hebben we zeker meegenomen uit die ramp van 34 jaar geleden. De inheemsen hebben volgens Vliese bij de 20ste herdenkingsjaar een poerblakka gehouden. En de SLM heeft bij de 30ste herdenking ook formeel het rouwproces afgesloten. Daarom is er elk jaar een sobere herdenking.